Yo Nintendo fans en yo Rikachu Army, welkom bij een gloednieuwe Rikka collectie. De serie waarin ik random Nintendo Switch games uit mijn collectie speel. En meestal zijn dit wel slechte games. Maar slechte games zijn de leukste games. Dus, let's go! Vandaag spelen we namelijk met een grote kattenvriend genaamd Garfield. En hij gaat in een kart zitten en lekker racen. Dit is een singleplayer team. En we gaan natuurlijk een Grand Prix doen. Dit is de Lasagna Cup. Sushi is mijn favoriet eten, maar lasagna is mijn tweede favoriet eten. Dus dit gaan we doen. Gaan we met Garfield? Ja, we moeten met Garfield. We kunnen niet anders dan met Garfield, toch? Yo, de Lasagna Cup. Race 1 van 4. Er liggen snoepjes op de weg. Daar gaan we... Nee, daar gaan we niet. Oh, ik had de verkeerde knop ingedrukt. Oh, bam, joh. Ik bam. Hop. Wat? Wat? Waarom bam jij mij? Ik bam jullie straks allemaal kapot, hè? Eens even kijken. Wat voor wapentje heb ik? Ik heb lasagne. Oh, bap. Ik zat vast aan die kok. De kok wou ook lasagne. Geef mij de puzzelstuk. Ja, lekker. Ik heb puzzelstukje. Geen idee wat de puzzelstukje doet, maar ik heb puzzelstukje. We zijn... Tweede. En ik heb een magisch stick. Oh, oh, oh. Oké, ik neem zijn plek gewoon over. Yo, dit wapen is echt te sterk. Dit is te sterk. Je kan gewoon honderden meters achter staan. Oh, alleen, ja, ik zag een shortcut. Ja, shortcut. Alleen, dat was een langzame shortcut. Lekker Garfield. Oh, we kunnen ook springen. Kunnen we dan ook soort van gliden door de bocht heen of zo? Oh, ja, dat kan. Dat kan. Oh, moet het alleen even iets meer onder controle hebben. Oké. Heeft het ook nog nut dat ik dit doe? Of, nou, nee, ik denk het niet. Ik heb nu een of ander diamantje in mijn klauwen. Ja, ik mag gewoon klauwen zeggen. Toch? Een kat heeft nou eenmaal klauwen. Oh, oké. Wat is dit eigenlijk? Oh, ik weet niet. Ga nou eens weg. Ga nou eens weg. Als je dan vast zit achter iemand zo... Ga weg! Dan kan ik gewoon niet meer wegsturen. Dan zit ik zo'n soort van aan zijn kont vastgeplakt of zo. Oké, lekker lasagnaatje erbij. Hoppakee. En glijden door de bocht. Ja hoor, glijden, sliden. Oké. Ja, nou, ik heb weer een taartje recht vooruit geschoten. Ja, top. Kan ik iets sneller? Ik vind het geluid een beetje irritant. Ik ga gewoon even 3 seconden mijn mond inhouden. Moet je luisteren. Wat? Laat me met rust, man. Wat is dit nou weer? Yo, ik ga dit nog gaan eens winnen. Deze gaat ook gewoon even lekker zo mij voorbij. Helemaal top. Oh, nu zit ik weer vast in die muis. Laat me... Dat is heel vervelend. Laat me los. Ik ga ze nog inhalen. Wed ik ga ze inhalen. Ja, binnenbochie. Binnenbochie. Lekker binnenbochie. Ja, ja hoor. Ja, zeker wel. Go, 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 go. Ja, ja. Hoppakeetje. Victorie. Ik moet wel zeggen dat we niet super hard gaan, eigenlijk. Ik weet niet wat dit betekent. Er staan kruisjes door dingen. Ik heb geen idee wat dit betekent. We hebben in ieder geval de meeste punten. Daar gaat het om, jongens. We gaan er alles aan doen om die lasagne te winnen. Oké, Garfield. Tweede race. Lasagna Cup. We zijn bloedserieus. Go, Garfield! Heb je een super boost? Hoppakeetje, ja. Net als in Mario Kart. Bij de tweede stoplicht licht. Moet je even gassen en dan krijg je superstart. Lekker, man. Heerlijk. Oh, oké. Blijkbaar moet ik nu... Ja, zo, denk ik? Oh. Ik had de lasagne, maar ik heb de lasagne weggegooid. Dat was niet de bedoeling. De lasagne is normaal een superboost, maar nu gooide ik hem naar achter. Ja, dat is niet echt heel nice eigenlijk. Hoe ga ik die puzzelstukjes in de lucht pakken dan? Moet ik daar letterlijk naartoe zweven of zo? Dit is niet normaal. Ik heb nu weer een springveer. Die ga ik wel achter me neerleggen. Daar heb ik volgens mij toch niks aan. Oh, springveer hebben we natuurlijk nodig om die puzzelstukjes te kunnen pakken. Ah, oké. Maar wat is de nut van die puzzelstukjes eigenlijk? Daar ben ik ook nog niet helemaal achter. Oké, go. Go, door de bocht heen sliden. Lekker. Oh, kijk. Ja, het is wel een boost. Als je dit goed doet, dan heb je een boost te pakken. Helemaal top. Kijk, hoppakee. Oké, we krijgen het te pakken, jongens. We krijgen de smaak te pakken. Kijk, hoppakee. Booster. Oh, oké. Oh, ja, booster. Ja, hoppa. Booster. Lekker booster. Oké, ik heb 2 springveren. En ik val in slaap. Op een of andere manier. Geen idee waarom ik in slaap viel. Ik denk dat ik te ver voor stond of zo. Oké. Nee, niet weer dit. Niet weer dit. Nou moet ik weer door de groene heen. Oh, ik pak weer de verkeerde. Ja, nu word ik weer tegengehouden. Oh. Ah, nee. Ik was te laat met mijn freaking springveer. En mijn batterij is bijna leeg van mijn Switch controller. Oh nee, straks sta ik in 1 keer stil, jongens. Ik ben weer aan het slapen. Daar gaat mijn voorsprong, jongens. Moet even serieus zijn. Even boosten. Kan ik nog meer? Ja, kijk, ik heb ook een blauw
Ja, blauwe straal, jongen. Hoppakeetje. 2 gespeeld, 2 gewonnen. En ja hoor, 32 punties hoor. Hoppakeetje. Deze race ging eigenlijk vrij easy. Oké, daar gaan we weer. Als we weer die superstart hebben, hoppakee. Ja hoor. Ik vind het wel een beetje irritant geluid van de motor. Dat lijkt net op een of andere irritante vlieg gewoon. Oh, wat een perfecte slide was dat, jongen. Oh, kijk het tempo. Ja, we gaan te hard, hè. We gaan te hard. Daarom. Volgens mij moet ik op I drukken om mijn wapen te gebruiken. Als ik op A druk, dan leg ik hem volgens mij achter me neer. Ja, hallo. Hou eens even op, vriend. Doe eens even normaal. Hey, rustig. Ja hoor, puzzelstukje in de pocket. Hoppa. Oké, moeten we wel even goed blijven sturen, want anders zijn we vreselijk de Sjaak. Wat een snelheid. En wat een... Nee. Ik had weer iets episch in mijn hoofd, jongens. Maar helaas. De epischheid liet even op zich wachten. Ondertussen word ik door van alles en nogal elke keer geraakt. Ik weet niet door wat. Interesseer me ook niet, als ik maar eerste word. Go. Ja hoor, blauwe vlam. Blauwe vlam en... Oh, ik had het verkeerde wapen voor staan. En ik ben weer aan het slapen. Wat rustig Garfield. Ja, Garfield houdt wel van slapen. Misschien is dat een beetje zijn zwakte of zo. Dat hij vaak in slaap valt. We hebben het wel echt nu onder de knie. Ik voel me echt een Garfield Kart Pro racer gewoon. Oké. Go! Ja. Kijk hoe hard we gaan. Kijk dan. Niet normaal. Daar ligt nog een puzzelstukje. Maar dan moet ik even helemaal uit de baan om die te pakken. Oh, dit is jammer. We staan nog wel eerste, maar... Ja, dus ze zitten toch wel aardig in onze nek, de heige vriendjes. Dat is niet oké. Ik kan misschien eventjes wat naar achter schieten anders. Yo, door wat worden we nou weer geraakt? Dat kan helemaal niet. En we slapen weer. Hou op. Ik schiet nu alles naar voren opeens. Ik schoot net alles naar achter en nu schiet ik opeens alles naar voren. Ja, helemaal top. Ronde 3 gaat wel van start. Even een wapentje pakken. De nummer 2 zit wel echt in mijn nek te hijgen hoor. Potverdorie, kan jij niet even ergens anders gaan hijgen of zo? Ja, snelheid pakken. Ja hoor, snoepie pakken. En boosteroni. Boosteroni. Ja hoor, heerlijk. Alleen nu ga ik niet over al die andere boost. Dat is wel jammer. Ja, dat is heel jammer. Maar oké, ik heb nog steeds de voorsprong volgens mij. Ik ga even iets naar achter schieten. Ik ga nog even iets naar achter schieten. Hopelijk raak ik iemand. Voor de rest... Oh, wat slecht. Oh, ik beland weer in het gras. Ah, kom op, Garfield. Oh, een klein stukje, vriend. Go. Ik ben weer geraakt door iets. Nee. We zijn nog steeds eerste. Met het mega irritante geluidje van de motor. Go. Ja. Hoppakee. Ja, hoor. Oh, ik hoor geen irritant geluidje van de motor meer. Daar gaan we. Oh. Oh, dit geluid. Kan ik ook een andere motor kiezen? Dit is toch niet te doen, jongens. Dan kan je zo'n leuk gamepje maken. En er is niemand bij sound design die zegt van... Hey, misschien moeten we die kart even iets ander geluidje geven. Maar misschien is dat geluid toch wel een beetje monotoon. Een beetje vervelend voor de mensen die de game gaan spelen. Zomaar een ideetje. Gratis tip van Rick. Alleen nu is het te laat. Hadden jullie me maar aan moeten nemen bij het maken van deze game? Ja. Of mij om tips moeten vragen. Had ik jullie graag even geholpen. Maar ja, hebben ze niet gedaan. Dus jullie zullen het met dit geluid van deze motor moeten doen. Ja, boost. En spring. Ja, dat haal ik toch niet? Hoe moet ik dat halen? Hoe moet ik dat puzzelstukje daar uit de lucht halen, jongen? Dat gaat toch niet? Dat is toch impossible? Wacht. Kan ik het geluid van de motor wat zachter zetten? Effects volume. Ja, dit is wel chiller. We zetten gewoon het... Muziekje wat harder. En we zetten het geluid van de motor wat zachter. Oh, dit is veel relaxter. Ik word helemaal vrolijk van dit muziekje. Ik heb het weer naar mijn zin, jongens. Garfield muziek is niet vervelend. We zullen al ronde 3 volgens mij. Ja, dit gaan we winnen, jongens. Wij gaan de lasagne winnen. Wij gaan een epische bord lasagne winnen. Ik heb een freaking trek in lasagne, jongens. Nu ga ik vanavond lasagne maken. Heerlijke lasagne uit de oven met gehakt fromage. Klein beetje groente in. Lekkere lasagnebladen. Beetje melsaus. Oh, dat is episch. Het is zo lekker. Jongens, als jullie een cijfer zouden moeten geven aan lasagne... Laten we gewoon geen cijfer geven aan deze game. Geen cijfer voor Garfield vandaag. Ik wil een cijfer voor lasagne. Wat voor cijfer geven jullie lasagne? Op een schaal van 1 tot 10. Op een ovenschaal van 1 tot 10. Ik ben benieuwd. Ik geef het een 10,5. Het is episch. Ik vind het zo lekker. Beste eten in de wereld. Hop, we hebben gewonnen. Easy. Kijk, weer 16 puntjes. Maximale score van 64. We hebben de wacky spoiler. Hiermee worden we sneller. Maar een klein beetje duizelig. Hoppakee, lasagne cuppie gewonnen, vriend. Odin is tweede en Poes Miauw is derde. Heerlijk hoor. En
bedankt voor deze lasagne. Waar is mijn lasagne eigenlijk? Waarom heb ik geen lasagne gekregen? Gun me lasagne dan. Oké, we kunnen nog meer cupjes doen. Een pizza cup, een hamburger cup, ice cream cup en een random selectie. Maar misschien kunnen we nog wel meer... Oh, kijk. Laten we die 150 cc rocken. We gaan even een single racey doen. Gaan we even een baantje uit de pizza cup doen, jongen. En nu krijgt Odin de kans. Let's go, freaking Odin. Ik dacht al, joh, wat gaat er langzaam? Maar hij stond op 50 cc. Molly Market, 150 cc. Odin gaat het rocken. Let's go, Din. Hoppakee. Kijk, dit gaat wel een stukje sneller. Oh, dit is nice. Ja, dit voelt goed. Oké. Ah, nee. Hoe ga ik achteruit? Oh, snap. Oké, dan krijgen we nu ook betere wapens blijkbaar. Ik heb nu 2 pizza's. Of wat is het? Nou, het zijn taarten volgens mij. Wat kan ik hier eigenlijk mee? Oh, die achtervolgen. Oh, dat is een rood schild net als in Mario Kart. Oké, cool. Ik ga nog niet heel lekker, jongens. Ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk sturen. Het gaat alle kanten op. Het gaat 3000 miljoen kanten op. Oké. Ah, nee. Kom op, Odin. Je kan het. Ik heb vertrouwen in je vriend. Let's go. Niet weer op hetzelfde stukje vast komen te zitten. Ik heb hier een of andere... Ja, ik weet niet wat het is. Het is een soort van... Oh, dit is gewoon een ster of zo. Een ster. We gaan ook nog sneller. Ik vergelijk het even allemaal met Mario Kart. Ik zit wel lekker vast in de baan elke keer, jongens. Ik heb hier weer lasagne, jongens. Is dat weer snelheid? Ja, dat is snelheid. Lasagne is snelheid. Oh, dit is wel een irritant stukje. Het gaat niet goed. We zijn nog steeds zesde. Niet de springveer pakken, Rick. Zijn we al bijna bij de... Dit is al ronde 3. Dit was niet best. Dit was niet heel goed, jongens. Het spijt me. Ik ben 50 geworden. Ik wil een rematch. Ik ga dit niet pikken. Ik wil een andere baan. En ik wil de muis. Let's go. Oké. Country Bumpkin. Kijken of we nu een klein beetje meer bij de voorhoede kunnen komen. Want we zaten net eten bij de achterhoede. En dan gingen we over naar item P1. Eens even kijken of dit beter gaat. Waar gaat iedereen naartoe? Iedereen gaat naar die kant. Ik ga even sliden. Zo kan ik eventjes... Oh nee, ik mis alle items. Zo, deze gast stuurt raar, vriend. Maar ik sta wel vierde. Ik ben net 50 geworden. Vierde is dus al beter. Ik ben een beetje aan het remmen. Ik ben niet echt aan het sliden, want... Nogmaals, deze gast stuurt een beetje weer. Remmen. Oh, pas op voor die springveer. Ja, oké, cool. Ik heb hier nu zelf een springveer. Die ga ik denk ik even achter me laten. Oh, en dan moet ik wel even bijsturen, anders gaat het niet goed komen. Oké, go. Ja, oké, cool. Ik ben de nummer 3. Dat is niet super goed. Het is ook niet super slecht, maar het kan beter, denk ik. Ik had hier wel een rood schildje, dus dat is lekker. Heb ik iemand geraakt ook? Volgens mij... niet! Nee! Daar gaan we. We zijn gelijk freaking zesde. Oh, gosh. Oké, op 150 cc. Is dit spel niet makkelijk? Lekker dan dit. Oké, misschien moeten we eerst op 100 cc even oefenen. Och. Kon ik weer niet meer bijsturen. Deze gast kan niet zo lekker bijsturen. Dat is jammer. Ik heb weer een snoepie te pakken hoor. Ja, snoepie. We gaan allemaal... Oh nee. Hebben we weer die vervelende ufo's voor ons? Oké, ik heb nu 3 lasagne's. Dat is wel lekker. Ik ga alle kanten op, vriend. Dit gaat toch helemaal niet goed. Dit lijkt toch helemaal nergens op. Ik pak wel even het puzzelstukje. Dan heb ik die in ieder geval te pakken. Ik kan niet sturen met deze guy, joh. Laat maar lekker zitten, jongens. Oké, mag duidelijk zijn dat dit nog wel wat oefening nodig heeft. 2 keer 50 op 150 cc is niet best. Maar ik moet ook zeggen, het stuurt ook wel erg lastig, jongens. En zo blijkt het maar weer dat het niet super makkelijk is om een card game te maken. Mario Kart blijft toch wel echt de beste card game. Ik heb ook de Hello Kitty Racing gespeeld. Op Twitch hebben we dat gedaan. Dat is eigenlijk nog minder dan dit, denk ik. Dit kan wel wat worden, hoor. Garfield Racing kan wel wat worden als je het een beetje een kans geeft en een beetje oefent, denk ik. Ik heb ook Sonic Racing. Dat vond ik ook niet zo heel veel aan. En Crash Bandicoot Racing, dat was ook... Anyway! Doe maar weer even een blauw duimpje omhoog, jongens. Als jullie deze Rikka collectie video's leuk vinden, abonneer dan ook zeker even op mijn kanaal. Wil je me ook live zien gamen? Volg me dan ook op twitch.tv/RikkaTube. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!